Jeroen, als voetballer, als keeper, heeft iedereen een mening over je. Als het slecht gaat, krijg je allerlei bagger over je heen. Als het goed gaat, komen er dit soort berichten op internet. Een mooie foto, mooie tekst erboven. Die heb ik wel eens vaker gehoord, dus die is al oud. Oh, daar blik of bloos je niet meer van? Nee, niet echt. Ik hou me daar niet heel erg veel mee bezig. Want wat je zegt, als het goed gaat, dan is iedereen heel positief. En als het slecht gaat, ja, dan bak je er niks van. Dus ik moet gewoon naar mezelf kijken. Maar dit zo'n bericht en het feit dat ik jou weer heb aangevraagd, geeft aan dat je weer een beest van de wedstrijd hebt gespeeld. Ja, nou, vooral de tweede helft, denk ik, de laatste 20 minuten een paar ballen goed uitgehouden. En daarmee ja, wel fijn dat ik mijn aandeel heb gehad in de 3 punten alleen. Ja, toch vind ik dat we thuis die wedstrijd eerder op slot moeten gooien. Vooral in de eerste helft, als we 1-0 voorkomen. En, dat is wel iets wat nog beter moet. Ja, nou zei je me net voordat de camera aanstond van ik hoef eigenlijk helemaal niet de man of the match te worden. Want dat betekent dat we het moeilijk hebben gehad. Ben je dat nou? Ja, wel dat jullie het moeilijk hebben gehad. Maar dit is toch een heerlijke wedstrijd om je als keeper toch nog te onderscheiden. Ja, het is inderdaad fijn dat je toch die ballen eruit houdt. Maar ja, ik heb liever dat we 2-0 voorstaan en dat we de wedstrijd uitspelen. En dat ik niet vies word. Maar ja, op deze manier is het ook fijn. En dat ik ook mijn steen heb bijgedragen aan deze 3 punten. Ja, hoe kijk jij terug op deze wedstrijd? Ik denk dat niemand zal betwisten dat PSV verdiend gewonnen heeft. Maar oh, wat hebben jullie het weer moeilijk gehad? Ja, het publiek spannend gehouden. En wat ik net al zei, eigenlijk hoorde het thuis dat we dan die wedstrijd als we voorkomen op slot gooien en die wedstrijd gewoon uitspelen. Maar ook een compliment dat we als team kunnen strijden en vechten. En dat hebben we de laatste paar wedstrijden goed laten zien. Ja, hoe moeilijk was het voor een keeper, de omstandigheden waarin gevoetbald moest worden? Ja, het is nou helemaal zo. Dus je moet ermee handelen. En, aan de ene kant is het lastig, want als er een plas ligt op het veld en je krijgt een terugspeelbal, dan moet je wel alert zijn. En daar hadden we in het begin wat jongens ook last van. En, ik denk extra geconcentreerd omdat het veld zo nat is. En dat was wel fijn. Na de wedstrijd tegen Ajax, die nederlaag in de arena, dacht ik van waar speelt PSV dit seizoen nog voor? Het is over en sluiten en maar op een aardige manier het seizoen afronden. Dus we hebben een paar wedstrijden verder en is er nog wel afstand, maar kun je toch wel weer stiekem een beetje naar boven gaan kijken? Ja, dat is waarom ik die dingen die je net liet zien niet zo snel lees, omdat er heel snel een mening wordt gegeven. Maar we moeten zorgen dat we de komende reeks ook veel punten halen en dan kunnen we omhoog kijken. Ja, dit weekend alle ploegen boven jullie spelen of tegen elkaar of wat betreft Feyenoord tegen NAC uit. Het kan best wel eens een heel aardig weekend voor PSV worden. Ja, het is lekker dat je op vrijdag speelt en 3 punten hebt. Dus dan kan je lekker van je vrije weekend genieten en het voetbal volgen.